Bij de landelijke VMBO-dag zagen we iemand met een VR-bril op. Wat is dat voor een bril? Een virtual reality-bril. Dus je ziet eigenlijk een afgebakende ruimte waar je een werkstuk in kunt maken. En dus eigenlijk real life dingetjes doen. Alleen de buitenwereld ziet het niet, alleen jezelf ziet het werkstuk. Wat is het voordeel van zo'n bril? Nou, het voordeel van zo'n bril is als je nu leerlingen hebt die vakvreemd binnenkomen, die hebben nog nooit geen tekening lezen gehad en die moeten in één keer van een platte tekening, zeg maar van 2D, moeten ze iets ruimtelijks maken. En doordat we nu anders omwerken, we werken eigenlijk van 3D, werken we terug naar 2D. Dus dan hebben ze al een gevoel van, hé, ik moet iets in de ruimte maken. Oh ja, en als ik dan op de tekening kijk, dan zie ik veel beter van wat wij bedoelen met hoe je een werkstuk in elkaar bouwt, zeg maar. Nu is de VR-bril ook getest in een zogenaamde testperiode. Ja. En daarin hebben de leerlingen ook ervaringen opgedaan met die VR-bril. Wat zijn die ervaringen geweest? Nou, de eerste ervaringen waren dat wij het al veel te moeilijk deden, veel te complex. Dus we zijn terug bij de basis begonnen, want ook de leerling die zeker vakvreemd is, die begint eigenlijk ook in de basis. Dus simpele dingetjes. En dan dit werkstuk, het eerste werkstuk, dan word je helemaal begeleid tot op het punt waar je een profiel moet stellen. Bij de tweede serie heb je hetzelfde werkstuk, alleen je hebt minder begeleiding. En bij de laatste serie, dan heb je eigenlijk helemaal geen begeleiding meer. Dan moet je dus ook goed op de tekening kijken van waar moet mijn profiel staan. En dan heb je ook 3-4 cursussen waar op een hoek een profiel geplaatst kan worden. En doe je dat fout, dan wordt het profiel rood, dus dan moet je dat herstellen. Nou heb je dus één profiel gesteld. Ja. Met schoorlat en al. Hoe makkelijk kan het zijn? Ja. Nou, kijk maar naar de tekening en dan kun je verder. Nu is de VR-bril getest tijdens jullie open dagen. Wat is de volgende fase? Nou, de volgende fase is, we hebben nu één werkstuk eigenlijk compleet. En de volgende fase is dat we met meerdere werkstukken maken die in de basis goed zijn. Alleen nog niet in VR hebben, dus wij hebben nog wel werk aan de winkel. In hoeverre is de VR-bril uniek voor uw bedrijf als bouwmensen? Nou, het is in zoverre uniek. Ik heb het bij collega opleidingsbedrijven tot op heden nog niet gezien. Misschien zijn ze links en rechts ook wel aan het testen, maar daar komen we de komende tijd wel achter. Dus er is min of meer sprake van een Almeloze primeur? Zoals ik weet is dat op dit moment de Almeloze primeur, ja.